Er zijn veel journalisten in Den Haag om het nieuws van minister-president Mark Rutte te horen. We willen af van die gaswinning en uh, ook eigenlijk wel gedacht dat het moet toch kunnen dit jaar op 1 oktober. Ik ben blij dat dat ook echt kan. Het gaat om het sluiten van dit soort gasinstallaties in Groningen. Er wordt al tientallen jaren gas mee uit de grond gepompt. En daardoor zijn er regelmatig aardbevingen. Kinderen vertelden eerder in het jeugdjournaal over de schade aan hun huizen. Ik voel wel eens trainen en de volgende dag zie ik dan ook wel weer heel veel scheuren in het huis zitten. Het huis was niet stevig en er zaten allemaal scheuren in, maar hij wordt verstevigd, die van ons. Verslaggever Albert Bos volgt voor het Jeugdjournaal het nieuws in Den Haag over de gaswinning. Al jaren geleden heeft de regering beloofd om geen gas meer op te boren in Groningen. Maar het besluit werd eigenlijk steeds uitgesteld, ook omdat Nederland er best veel geld mee verdient. Veel mensen in Groningen waren daardoor boos. Er waren veel aardbevingen in het gebied en dat komt door het oppompen van gas. En veel mensen, maar ook kinderen, die voelen zich daardoor onveilig. Nou, nu heeft de regering eindelijk geluisterd en gezegd over drie maanden stoppen we er echt mee. In Groningen wordt al zo'n 60 jaar aardgas uit de grond gehaald. Dat gebruiken we in heel Nederland. Bijvoorbeeld om mee te koken. Ook verkopen we het gas aan andere landen en daar verdienen we veel geld mee. Maar door het gas omhoog te halen zakt de grond soms naar beneden. En daardoor kunnen aardbevingen ontstaan. Met de verkoop van gas heeft Nederland dus veel geld verdiend. Maar in Groningen is er ook veel kapot gegaan door het oppompen van gas. Groningers protesteren er daarom tegen en ze willen schadevergoedingen. Geld om huizen op te knappen werd al eerder beloofd. En vandaag heeft de regering dus ook gezegd dat het halen van gas uit de Groningse bodem vanaf 1 oktober helemaal stopt. Alleen als er een heel koude winter komt zou de gaskraan nog door de regering kunnen worden opengedraaid. En daar maken Groningers zich nog wel zorgen over. De installatie gaat nog niet weg. De kraan gaat dicht, dus er komt geen gas meer uit. Maar. Mocht het nodig zijn, dan kan hij wel weer open. Al die bevingen heeft geleid tot enorm veel ellende en daar willen we echt van af. Nee, wij zijn pas gerust als, uh, als er beton in de putten zit en als die installaties weg zijn. De regering zegt dat de gasinstallaties over een jaar helemaal zullen worden afgebroken. En zegt dat het dan zeker is afgelopen met het halen van gas uit de Groningse bodem.